Dit is de nieuwe lijn Vivi speakers van JBL. Of, nou ja, nieuw. Nieuwe speakers met een retro look. Ik ben Ferdinand en ik vertel je wat het is en wat de verschillen zijn tussen de JBL Authentics 200, 300 en 500. Ja, een nieuwe lijn dus van JBL. En kenmerkend voor deze Authentics is wel hun retro design. Ja, dat goudkleurige frame aan de voorkant van aluminium, een leerachtige afwerking aan de bovenkant en zijkant. Het zogenaamde quadrex front, zoals ooit ook op de classic JBL L100 speaker zat. En grote oldschool draaiknoppen. Nou, daarnaast heeft hij ook een lekker gewicht. Als je hem optilt heb je wel gelijk het idee, dit is kwaliteit. En een leuk detail, hij heeft leuke teksten in het frame gegraveerd staan aan de bovenkant. Waaronder sinds 1946, wat refereert naar het geboortejaar van JBL, 77 jaar geleden. En nog even terugkomend op die grote knoppen aan de bovenkant. De grootste is voor het volume en met die andere twee kun je heel gemakkelijk de klank van je muziek naar wens aanpassen. Verder zijn het wifi speakers die ook over Bluetooth beschikken. Dus als je connectie maakt via Bluetooth, dan kun je naadloos overschakelen naar wifi. Maar nog veel belangrijker zijn die eigenschappen van wifi. Je krijgt namelijk hogere geluidskwaliteit. De muziek wordt niet onderbroken wanneer je wordt gebeld of wanneer je lekker aan het scrollen bent op social media. Of wanneer je buiten het Bluetooth bereik loopt, blijft gewoon lekker doorgaan omdat die op wifi werkt. Bovendien blijf je gewoon gemakkelijk up-to-date met updates via wifi voor nieuwe functies en software updates. Nou, daarnaast kun je natuurlijk ook de speakers gebruiken als een speaker in een multiroom netwerk met meerdere Authentic speakers in huis of Google speakers of Alexa multiroom speakers. Verder is het ook nog voordelen als afspelen via AirPlay, Chromecast built-in. Dus met andere woorden, je kunt vanuit heel veel apps kun je de speakers gewoon selecteren en via de speaker afspelen. Natuurlijk zoals Spotify Connect en ook Google Assistant en Alexa. Dat betekent dus dat je niet alleen de speakers met je stem kunt bedienen via beide systemen, maar ook alle andere slimme apparaten in huis waarmee ze zijn verbonden. En met de JBL One app kun je de speakers instellen. Bijvoorbeeld de software updates installeren, iets uitgebreid. Equalizer aanpassen, zien wat voor muziek je aan het luisteren bent, in welke app vooral ook je muziek aan het luisteren bent en dat soort dingen. Daarnaast wordt de speaker iedere keer gekalibreerd wanneer je hem aanzet op basis van de ruimte waar erin staat, dus past hij zijn geluid daarop aan. Oké, dan kijken we eventjes naar wat de een nou anders maakt dan de ander, naast hun formaat natuurlijk overduidelijk. En we beginnen eventjes met de kleinste, de 200. Ja, die heeft een vermogen van 90 watt, heeft twee tweeters en één midwoofer voor een volledig bereik. En aan de onderkant een passieve radiator voor een betere benadrukking van de lage tonen. Wat wel echt heel duidelijk wordt wanneer je muziek erop afspeelt, komt best wel een goede bas uit dit kleine kastje. Of nou, klein in vergelijking met zijn grotere broers. Terwijl ik de bas nog maar op de helft had staan. Dus laat staan als ik hem helemaal vol zet, ja, dan komt er wel echt een hele volle, lekkere, grote, diepe bas uit. Nou, aan de achterkant heeft hij aansluitingen. Een Ethernet aansluiting voor een stabiele internetverbinding mocht je een zwak wifi signaal hebben. En een jack aansluiting voor een analoge muziekbron. Verder heeft hij aan de bovenkant twee knoppen. De Bluetooth knop en een hartje. De Bluetooth knop spreekt natuurlijk voor zich voor het verbinden van een apparaat. En het hartje is eigenlijk de momentknop. Als je die indrukt kun je in de app bepalen van tevoren welke afspeellijst, welk nummer of welke radiozender hij dan af moet spelen. Er zijn maar een enkele streamingdiensten die je daarvoor kunt selecteren. Met name, meest gebruikt is denk ik Amazon Music, Tidal of TuneIn. Dus met één druk op de knop kun je direct NPO 1, Slam FM of Phonics aanzetten. Dat is wel lekker makkelijk. Alle drie de speakers bevatten deze twee knoppen. Alright, dan komen we bij de middelste broer, de Authentics 300. Ja, ten opzichte van zijn kleinere broertje is hij iets groter. Heeft hij ook een iets groter vermogen, 10 watt meer. Dat komt er voornamelijk door zijn iets grotere midwoofer en een iets grotere passieve radiator aan de onderkant. Ja, je kunt verschil horen, het is niet heel duidelijk, maar je kunt verschil horen dat het geluid uit een grotere speaker komt als je deze twee vergelijkt. Maar de grootste toevoeging is dat deze een accu heeft. Dat betekent dus, kijk, er zit een snoertje in, maar dat betekent dus dat deze het ook doet met het snoertje eruit.
Enige nadeel is dat hij dan wel wat zwaar is, 4,9 kilo, maar dit handige handvat biedt dan weer een uitkomst. Daarom kun je dus nog steeds makkelijk meenemen door het huis. Badkamer, keuken, zolder, kelder, neem hem maar mee en je hebt echt lekker geluid. En een leuk voorkomen voor op een feestje. Dan de grootste van de drie, de Authentics 500. En als je even naar de naam kijkt, 200, 300, 500, ja, dan zit hier dus de grootste stap. En dat is niet voor niets, want dat is in het vermogen ook zo. 90, 100 en deze heeft maar liefst 270. Dat is meer dan het dubbele van die. Ja, deze heeft ook de meeste speakertjes. Aan de voorkant zitten drie tweeters, één naar voren gericht, één naar links en één naar rechts. Je hoort dan ook dat het geluid wijd verspreid wordt. Daarnaast zitten er ook drie iets kleinere midwoofertjes in dan deze heeft, maar deze hebben er maar één. Deze heeft er drie en dit tezamen geeft de speaker dan ook een 3.1 geluid. En die 1 die staat voor dat hij een subwoofer heeft. Dat is de enige met een subwoofer. Een 5,6 inch subwoofer aan de onderkant voor echt die diepe geluiden. Ja, daarnaast ondersteunt hij ook Virtual Dolby Atmos. Let er wel op dat de bronnen beperkt zijn die dat ook aanbieden. Momenteel kun je dat bijvoorbeeld doen met Tidal Hi-Fi abonnement. Maar goed, deze klinkt dus nog voller dan deze. Mooi verzorgd, krachtig geluid voor op een vaste plek, bijvoorbeeld in je woonkamer. Alright, omdat je natuurlijk ook nog benieuwd bent geworden hoe ze alle drie klinken, alhoewel ik dat natuurlijk niet op een accurate manier kan laten horen via een video, ga ik ze nog eventjes achter elkaar laten horen, zodat je het verschil kunt opmerken. Oké, ik hoop dat je het verschil tussen de drie speakers in vermogen of kracht hebt kunnen horen. Hier in de studio was het in ieder geval wel duidelijk. En wil je nog meer informatie over een van deze drie, klik dan op de link in de omschrijving. En mogelijk vind je een van deze twee video's ook interessant. Oké, nou, als je de video nuttig vond, laat dan een duimpje omhoog achter. En voor nu tot de volgende. Hoi hoi!